Welkom terug bij AVS Weekend. Onlangs ging Aphrodisia in première in de Box in Gent. Een heel herkenbaar en hedendaags stuk, geschreven door Zaki. Vandaag de gast, samen met een van de acteurs, Elise Bundervoet. Maar eerst een voorsmaakje. Je moet u dat niet aantrekken, hè? Als hij het weer gedronken heeft, dan is hij een beetje... Dat is zijn gevoel voor humor. Als je ermee lacht, is hij in de zevende hemel. Dat is hier gewoon één grote chaos. Als wc-papier op is, zeggen ze, er is nog keukenrol. De zevende hemel achter het toneel. Backstage sensualiteit. Seks met een theaterengel. Allee. Ik was vroeger ook niet zo gelukkig, hè. Mijn stiefvader noemde mij altijd euthanasia. En hij zei ook dat ik het recht had om mijn leven op mijn eigen manier naar de klote te helpen. Wie denk je dat je bent? Hè? Meneer Google. Want je doet alsof je alles weet. Niet alles, maar toch. Wat zou je eigenlijk willen, Julie? Hij is een hele avond met die zotte lotopgang geweest. En zij is een bitch en lelijk. Oh, cringe. Hup! Ik lig in conflict met het leven. Sandra en ik hebben vandaag nog geen seks gehad. En mijn kleindochter heeft mijn code veranderd. Op de liefde. Waarin iedereen gelukkig is. Maar slechts weinig in het besef. Ja, ze zijn er komen bijzitten. Dag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag, goeiedag. Zullen we het verhaal misschien eerst eens zetten? Hè? Het begint met een kleindochter. Ja, dus kleindochter die bij haar opa aankomt en zegt, bij mij thuis is het niet meer te doen met die mevrouw van mijn pa, dat gaat echt niet. Mag ik niet een beetje bij u komen wonen? En opa zegt natuurlijk, ja, natuurlijk wel. Hè. Het is een kleindochter, hij ziet dat kind graag, natuurlijk wel. Ja. Zeker weten. En die moet een beetje overeenkomen van, gaat het wel? Hè? Heb je pa al gebeld? Dat soort dingen. Ja. En dan blijkt dat het lief van opa, waar zij die van weet, daar ook binnenkomt en daar woont. En dan krijg je natuurlijk een situatie, ja... Die zich een beetje ontwikkeld en is, zo mag ik het wel zeggen. Hè. Ja. Ja, een zeer hedendaags stuk, hè, met de samengestelde gezinnen van u die meer en meer voorkomen. Ja, ja maar de kinderen die weggaan thuis omdat het daar niet goed gaat, dat is niks nieuws volgens mij. Hoor. Nee. Dat bestond in de middeleeuwen ook al. Ja. Ik heb dat bij Shakespeare ook al gelezen, denk ik. Zeg, je hebt het stuk speciaal geschreven op vraag eigenlijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, het is eigenlijk zo dat ik heb... Een jaar of 10 geleden heb ik een boekje geschreven, Ondeugend ouder worden. Dat is een ding geworden. Ik geef daar lezingen over. Ik maak daar geen reclame, maar nog altijd loop ik daarmee rond. En Paul Ogen, de regisseur, had me een tijdje geleden gewacht van, allez, als ik het zo goed weet, maak daar dan eens een toneelstuk van. Ja. En ik heb een tijdje getwijfeld, want we komen uit een periode van theater waar het vooral moet gaan over sensatie en mensen die hun leed komen vertellen en dat soort dingen. En ik ben nogal voor een theater waar dialoog ontstaat, waar intermenselijke relatie is. En die kans is nu geboden en daarom heb ik het nu ook gedaan. Ja. 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 Ja, je hebt dan dat tekst geschreven en Elise, de acteurs die zijn er dan verder mee aan de slag gegaan. Ja, ja dat klopt. We hebben, we hebben eigenlijk vrij lang bezig geweest van met het stuk zelf. Hè, van hoe, wat, dit, dat aan tafel en gelezen en zo. En dan zijn we en daaraan gewerkt en gedacht en we hadden eigenlijk totaal geen idee van hoe gaat het eindresultaat zijn. Ja. En dat is zo het wonderbaarlijke, vind ik, voor mijn eigen. Want dat is echt een fantastisch repetitieproces geweest. Dat is zeer organisch verlopen. Dat is echt gegroeid van begin naar het eind. Zonder dat we allen het idee hadden van dit gaat zo eindigen. Dit gaat het worden. De absurditeit, de humor, de lichtheid, de speelsheid van de tekst ook. Wat dat je daarnet zegt, de tekst, de dialogen die op het moment ontstaan. Hè, en die eigenlijk leiden tot de verdere actie van het verhaal, of al dan niet. Dat is ook zo op scène en in onze repetities. De chemie tussen onze drie acteurs, dat is echt waar. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ik vond het zo de max. Omdat wij spelen elke voorstelling... We hebben uiteraard de tekst van Zaki. Maar elke voorstelling is anders. Ja. Iedere keer opnieuw. En op welke manier? Door de speelsheid en de manier waarop dat de dialogen gaan. De snelheid, de intensiteit. Ook de woorden die soms veranderen. Hè, maar gewoon...
op het moment ontstaat het, ja, met de tekst van Zaki. En dat is, ja, dat is gewoon fantastisch om mee te maken. Ja. Echt waar, als speler. Hè. Wat ik wou, is een stuk waar mensen zich kunnen in herkennen. Mm-hmm. En zeggen van, ah ja, ik ken dat, ik weet. Maar dan moet je je acteurs de grootst mogelijke vrijheid geven. Ja. Dan moeten ze van zichzelf zoveel mogelijk kunnen invullen. En dat is natuurlijk een moeilijk proces, hè, want ik, dat is mijn kindje, ik moet dat afgeven. Ja. En hopen dat er dat een mens van groeit. En in dit geval was het een ongelooflijke, een rijke ervaring, laten we zo zeggen. Ja. Ze hebben er meer van gemaakt dan ik er eigenlijk al had ingestoken. Ja. Ja. Ja, en zo zijn, we hebben het al gezien in het filmpje, zijn Elise, Bart van Avermaet, ja, Waldeck uit Thuis. En dan heb ik een nieuwe naam. Ja, Aiko van Parijs. Aiko van Parijs. En voor die rol zijn er audities geweest. Ja. Ja. En hoe doet ze het dan? Allee, ik hoor dat het heel goed gaat, maar voor haar moet dat ook wel iets zijn om in zo'n productie dan te staan als iemand zo jong. Want ze had nog niet zoveel ervaring ook, hè? Zij geeft voornamelijk les, ja, drama ook. Ja. Dus zij. En dat is. Ja, ik heb haar echt zo. Doorheen het repetitieproces, in het begin, ze is heel naturel en heel open en vreel en stoer. En ze kan ook jonger spelen dan dat ze werkelijk is. En ze was in het begin ook zeer onder de indruk van die twee natuurlijk. Ja, zal wel. Dat is gewoon zo. Ja. En je hebt haar heel mooi zien evolueren. Dus ja. Ze daar, haar plaats heeft gevonden bij jullie, ja, zo is het eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Ja. We staan alle drie op dezelfde dingen zo. En hoe kan ik misschien een voorbeeld geven? Ja, de tekst luistert heel nauw. In die zin, we zitten echt op het moment aan het spelen. Okay. In het moment. Dus het feit dat je naar uw medespeler luistert, terwijl je aan het spelen bent, wat je eigenlijk als acteur eigenlijk altijd wel doet, hè. Ja. Maar nu is dat meer nog, omdat je echt direct reageert op hoe dat de speler iets zegt. Ja. En ik heb de indruk dat Aiko daar ongelooflijke stappen in heeft gezet. Ja. Ja. Daar ben ik van overtuigd, ja. Dat is zo. Dat is, hè. Ik denk dat ze een beetje de revelatie is van dit productieproces, toch, hè? Ja. Veel mensen zullen haar ontdekken echt. Ja. Wow, wat is dat hier? Hè? Ja, ja. Ja, ja. Een beetje dankzij de twee anderen natuurlijk. Ja, ze toch wel... ja maar je wilt haar naar een nieuw niveau. Hè? Genomen, ja, absoluut. Ja. Ja. We tillen elkaar alle drie op. Ja. Hè? Dat is een beetje... Ja. Ja. Want had je al met Bart samengewerkt? Nee, nog niet. Maar we kennen elkaar. Ja. Hè? Allee, ik bedoel, als collega, weet je. Ja. Maar we hebben nog nooit samengewerkt. En voor herhaling vatbaar dan? Het is een ongelooflijke energie. Ja. Je voelt die speelsheid direct. Dus vooral de zotheid. Ja. We kwamen ook tijdens repetities soms met 30 ideeën. Dan van, oh, ik zo proberen. Ja. Allebei. En de energie werkt supergoed in spelen. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Ja. Hoe zouden jullie zelf de voorstelling omschrijven? Ah, ik denk dat het heel herkenbaar is. Ik denk dat veel mensen zich daar zullen in herkennen. Dat het vrij... Het zijn bijna huiselijke taferelen wat we zien. Hè. Dat is het eigenlijk. Hè. Mensen die elkaar heel graag zien. En hoe moeilijk dat is om elkaar graag te zien soms. Ja. Dat staat soms ingewikkeld. En dat is eigenlijk de essentie van wat daar gebeurt. Fil rouge is de humor van opa die... Ja, een beetje apart is, laat ons maar zeggen. Ja, de verschillen tussen de oudere en de jongere generatie qua humor dan ook. Ja, dat is ook zo. Hè. Bedoel, als je aan een jonge mens zegt van, een mop vertelt, zegt van, er komt een man opklompen het café binnen. Klompen, dat staat niet op TikTok, hè. Ze vinden dat niet. Dus die humor verschilt inderdaad. Ja. En ja, dat geeft aanleiding tot grappige situaties. Ja. 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 Ik ga de woorden van mijn dochter gebruiken. Die is 29 en is twee keer komen kijken. En zegt ze, mama, zegt ze, dat is zo zalig om eens even geen te normale dingen te zien. Zegt ze, ik had het gevoel dat ik zo op trip was. Allee, zo bij wijze van spreken. Hè. Ja. Zo, zegt ze, dat is zo'n golf van in het begin tot eind. En je bent mee met de emoties, je herkent de dingen. Er gebeuren heel veel onverwachte zaken, ook tijdens het stuk. Zegt ze, daardoor blijf je continu op hun alert. En je hebt het gevoel van, wow, hoe leven die drie mensen hier? Maar desondanks zeer herkenbaar. En heel goede one-liners. Ja? Zegt ze, ik had zo'n zin om iets te pakken en dat vlug op te zetten. Maar daarom dat ze... Ja, dat is van mij. Die tekst. Ja, want de naam van het stuk, dat is ook, heeft ook iets te maken met de humor. Ja, we mogen dat niet uitleggen, dat komt in het stuk voor. Maar het is typisch een... it's a bad joke. Het is a really bad joke, geloof me. Ja. Aphrodisia. Ja. Ja.
Ja, en ze raast voorbij dan, die voorstelling. Het gaat vooruit als een serieus tempo in. Het gaat goed vooruit, ja. Het gaat goed vooruit. Ja, het is toch 1:20 dat mensen zeggen van, ops, is dat gedaan. En het is al gedaan. Ja. Het plezante vind ik, als het gedaan is, vragen we aan mensen van, en wat is er nu gebeurd op het einde? En daar zijn twee versies van. Sommigen zeggen dat is gebeurd, anderen zeggen dat is gebeurd. We gaan het niet verklappen. Maar dat vind ik zo goed, dat daar een open einde in zit, dat je dat zelf eigenlijk als toeschouwer voor een stuk kan invullen. Ah, dat is wel bijzonder, ja. Ja. Ja, dus daarvoor interpretatie vatbaar dan het einde. Ja, absoluut, ja. Ja, dat vertelden ook mensen inderdaad na de première. Van, er wordt enorm veel aan de verbeelding toegelaten. Dus de toeschouwer kan echt zijn verbeelding laten gaan. En dat is dat suggestieve, dat openen. Dat is wel een sterkte. Ik hoor dat dikwijls van de mensen zo. Van, en het einde is inderdaad, wij hadden ook totaal geen idee hoe dat het inderdaad, zoals ik zei, het ging eindigen. Maar het is open. En het vult echt het verhaal. Het kan ofwel het een of het ander, of misschien nog wel ander. Eigenlijk wat jullie nu doen, is ongeveer wat er in de tekst staat. Jullie hebben een aantal keer geprobeerd om daar een invulling aan te geven. Ja. En toch ben je teruggekeerd daar. Ja. Daar eindigt het dan. Hè. Ja. 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 Omdat dat het meest juist voelde dan? Ik denk het wel, ja. Dat het juist voelde uiteindelijk, ja. 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 Jullie zijn dus in première gegaan op 2 februari, dat is onlangs. Hoe was het dat jullie veel zien? Eigenlijk viel dat mee. Ja? We hadden vooral zoiets van, kom jongen, we gaan jumpen. Eindelijk is het zover. Ja. We gaan springen. We hadden al een aantal doorlopen voordien gehad. En het was zoiets van, we gaan gewoon, wat we eigenlijk weinig zien doen. Ja. Het is vooral het plezier van, yes, we kunnen het tonen. Ja, ik zie het ook als je erover babbelt. Ja, morgen is het terug en ik heb echt al zoveel zin. Ja. Ja, ik ben zo blij. Dus als speler, je voelt ook een enorme vrijheid, weinig druk. En dat is een verademing. Ja. En zeg, je zit daar ook als vieren papa dan? Ja, absoluut. Ja, dus nu zijn jullie nog te zien in de box in Gent. Ja. En nadien gaan jullie op pad. Ja. Eerst gaan we naar Antwerpen, hè. Dat is in april. En dan komen we terug naar de zomer, september, in Gent. In Tinnepot. Maar er zijn misschien mensen die eens willen komen, hè. Ja, zeker, zeker. Ik mag zo meteen nog tickets weggeven. Ja, juist. Maar dat is voor zo meteen. Ik wou nog even vragen aan jou, Elise, want je hebt ook nog een heel druk programma. Want je bent nu te zien in Milo. Ja, dat klopt. Ja. En dan nog het theater. Ja. Ça va? Ça va, maar dat gaat goed. Ja? Ik vind de combinatie vind ik ideaal. Ja? Ja, maar ja, het is fantastisch voor Milo draaien. Super ploeg en heel fijne mensen. En een heel goede ervaring voor mij, ook nieuw, om aan een project mee te doen dat al op de buis gaat en ondertussen nog aan het draaien is. Ja. We draaien tot 2024 november. Dus ondertussen wordt dat uitgezonden. Dat is nieuw voor mij. Ja. Dus ik vind dat interessant. Ja. Maar ik zou niet zonder theater kunnen. Nee? Nee. Want de combinatie. Je bent er even uit geweest, hè? Dat voelt zoveel, hè. Meer. Je bent er even uit geweest, want je hebt in de zorg dan gestaan. Ja. En dan toch, is dat dan jouw grote liefde? Ja. Ja. Ja, zorg ook, hè. Mijn hart ligt daar ook. Maar de grote passie ligt toch wel in theater. Ja. Ik denk dat de twee aanvullend zijn. Ja. Het zijn twee verschillende manieren van spelen. Voilà. En die voeden elkaar volgens mij. Voilà. De grote acteurs hebben het altijd alle twee gedaan. Ja. Ja. Al de grote hebben dat gedaan. Maar het voedt elkaar. En dat is zo fijn om dat dan tegelijkertijd te kunnen combineren. Ja. Ja. Maar wel, voilà. Alle grote, Elise, zegt Zaki. Zoals jij. Ja. Zo bedoel ik het ook. Ja. Dus ik ga eerst jullie bedanken. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Veel plezier nog met de voorstelling. Dank u.